Hamme ontvangt Antwerpen in het Puijenbeekstadion. Vigor Wouters trekt zich op aan de 2-3 uitzegen van vorige week in Serrain tegen Luik. Maar moet het wel doen zonder de geschorste Verhoeven en de Smet. Maar ook Antwerp mist een reeks spelers in met Pivaljevic, Jelicic, Baard, Verbist en Bouchouari niet van de minste. En zoals steeds ook een pak Antwerp supporters meegekomen naar het Waasland. Eerste kans van de wedstrijd, we zijn nog maar net begonnen eigenlijk. Koulibaly in duel met Christophe Kestens. Koulibaly troeft Kestens af en werkt ook koelbloedig af. Nico Baard geklopt, we zijn nog maar een minuut of vier onderweg en Antwerp al op voorsprong. De sterke Adama Koulibaly met de 0-1 na dus amper vier minuten spelen. Dimitri Davidovic, de coach van Antwerp, kan tevreden zijn. Weer Antwerp met Roel van Hemert. De voorzet wijkt af en belandt bijna in doel. Nico Baard duwt in hoekschop. We zijn nog altijd maar 7 minuten onderweg. En Antwerp is al toe aan de volgende kans. Van Hemert. Weer met een goede voorzet. En dan Koulibaly van dichtbij trapt hij de bal nog over het doel. Hij had al 2 keer kunnen scoren. En dan Koulibaly. Dan een verre ingooi voor Hamme. 8e minuut. De Meijer tegen de lat. De bal blijft hangen, de Lange dan met het hoofd tegen Ristovic en daar komt dan Van Hifte. Maar de bal wordt van de lijn gehaald door Matthias Trentson. Hier komt Antwerp bijzonder goed weg, 3 keer in 1 kans. We gaan nog eens kijken omdat het zo leuk was. De Meijer meteen tegen de lat, Ristovic kan er niet bij. En dan de Lange van dichtbij op de Antwerpkeeper. En daar komt dan nog Van Hifte, maar tegen de benen van Trentson aan. En zo blijft het 0-1, 8e minuut. Vrij trap dan voor Hamme. Van Hifte en dan Koen van der Heijden voorlangs. Hamme dicht bij de gelijkmakers. Het is een wedstrijd met erg veel kansen aan beide zijden. Bijzonder leuk om naar te kijken. De Lange stuurt dan Dazeleer weg. Geen buitenspel en Dazeleer werkt ook. Beheerst af 1-1. De verdiende gelijkmaker voor Hamme op dat moment. We spelen zowat 25 minuten en Hamme dus op gelijke hoogte via Juwen Dazeleert. En dan Antwerp weer. Dat ook altijd probeerde vooruit te voetballen. Barcin, tikje van Koulibaly tot bij Ken Monnier met de 1-2 aan de schoenen. Goede redding van Nico Baard. En zo blijft het dus wel 1-1. Vrij trap dan voor Hamme. De kopbal van Koen van der Heijden en de wereldsave van Ristovic. Maar dan snel naar de overkant, want bijna een identieke fase. Een uitstekende kopbal van Ken Monnier en de redding van Nico Baard ook uitstekend. Dan weer Vigor Wouters Hamme met Jonas van der Marlieren. Nicolas de Lange. En Dai is ook mee, maar de Lange doet het zelf en tegen de lat. Antwerp komt goed weg. Ik zei het al, kans op kans. Vrij trap nu aan de overkant met Vukomanovic. Buitenkant paal. Het staat nog altijd maar 1-1. Het had eigenlijk 3-3 kunnen zijn. We gaan wel rusten met die 1-1 stand. De vrij trap van Dazeleer kort na de rust. Op het hoofd van Koen van der Heijden en Hamme op voorsprong. 2-1. Kijk naar de vreugde bij Dazeleer, de man van de assist, en Koen van der Heijden. Helemaal vrijgelaten en heel simpel binnengekopt. Koen van der Heijden dus met de 2-1 in het voordeel van Vigor Wouters. Dan weer Hamme met de voorzet van Van Hifte. Op het hoofd van de Lange, naar de korte hoek gekopt, maar daar lag ook Ristovic. En dan Antwerp, met een sterke Slovic. De voorzet. Koulibaly en die wordt gepakt door Tim Vlemings. Protest van Vlemings en de rest van Hamme, maar de bal gaat wel op de stip. Scheidsrechter Muilen geeft een strafschop aan Antwerp. Eens kijken naar de herhaling. Daar komt Koulibaly. De tackle van Vlemings is te laat, hij heeft geen bal. Dus eigenlijk is het wel een strafschop voor Antwerp. Achter de bal Emmanuel Ken Monnier en die klaart de klus. Antwerp weer naast Hamme. Het staat 2-2. Kijk eens naar de vreugde van de talrijk meegereisde fans. Antwerp is daar opnieuw met Setti, Slovic. En dan weer Ken Monnier uit de draai geschoten. En de redding met één hand van Nico Baard. Een wedstrijd met enorm veel kansen. Erg leuk om naar te kijken.
Maar daar is de volgende mogelijkheid al voor de ingevallen Emmerik de Vrieze. De Vrieze met de 2-3 aan de schoen, maar nee. Zijn schot gaat voorlangs. Reuze kans voor Emmerik de Vrieze. Daar is Antwerpen opnieuw met Van Hemert. Combinerend met Ken Monje. Voorzet van Van Hemert en dan de Vrieze opnieuw. Maar deze keer kopt hij de bal voorlangs. Slovic. Weer de Vrieze. De Vrieze. En dan Ken Monje. En nu is het wel raak. 12 minuten voortijd. De 2-3 voor Antwerp. Emmanuel Ken Monje. Eerste klasse ervaring opgedaan met Bergen, met La Louvière. En nu in tweede bij Antwerp. Erg belangrijk voor de Great Old. En dus Antwerp opnieuw op voorsprong. Laatste minuut van de wedstrijd. Jonas van der Marlieren tegen de paal. Het had 3-3 kunnen zijn. Maar de bal sterft tegen de doelpaal. Jonas van der Marlieren, kijk naar zijn reactie. Frustratie alom. En dan zijn we al in de 93ste minuut. Countermogelijkheden natuurlijk voor Antwerp. Met Ken Monje. Koulibaly is mee. Ken Monje kan het zelf afmaken, maar laat het over aan Koulibaly. En wat doet hij? In de handen trappen van Nico Baert. Hier had meer in gezeten. Maar het blijft wel bij 2-3. 2-3 de eindstand, maar wat een match. Wat een spanning en sensatie in deze Hamme Antwerpen. Wedstrijd met geweldig veel kansen. En uiteindelijk is Antwerp de gelukkigste ploeg en neemt de 3 punten mee naar de Bosuil.